Ja, kijk, dat rode lampje. Duur even. Ja, is iedereen er? Ja. Top. Jeroen. Yes. Goedemorgen. Goedemorgen, Niels. Wat gaan we doen vandaag? We hebben vandaag een Zevenstad bijeenkomst. Wij als Zevenstad Spinners gaan de dag voorzitten en aan elkaar praten. En zorgen voor de nodige gezelligheid. Wat is Cirkelstad nou eigenlijk? Ja, Cirkelstad is een landelijke coöperatie. Met slogan geen afval, geen uitval. Mm-hmm. Geen afval omdat we eigenlijk zeggen grondstoffen moeten we blijven hergebruiken. En geen uitvallen is ook omdat we inclusiviteit op de markt proberen te benaderen. Ja, we zijn er. Nou, we staan nu klaar om aan de presentatie te beginnen. Denk je dat wij als Cirkelstad, als Brinkbaar Cirkelstad, daar veel impact mee kunnen maken? Jazeker. Vanuit deze positie zien we gewoon dat we de juiste connecties kunnen leggen, de juiste verbindingen kunnen leggen. En de thema's die actueel zijn ook bij de partijen neer kunnen leggen. Ja, en je merkt dat deze thema's bij heel veel partijen waar we mee samenwerken actueel zijn. Ja. Veel voortkomen, dus ik denk dat het een win-win is. Thijs, wat kom jij vandaag doen? Ik kom wat vertellen over losmaakbaarheid. Hoe wij dat meten. Mm-hmm. Meetinstrument WCI-gebouw. Ja. Losmaakbaarheid is een onderdeel in het nieuwe normaal. Daar kun je op sturen, daar kun je op verbeteren. Ja. Bas, welkom. Hoi. Ja. Jij bent van de gemeente. Klopt, ja. Voor ons is dit gewoon een heel fijn platform om de bouwpartijen, de bouwsector, ook de woningcorporaties, mee te nemen in dit verhaal. We hebben nu drie eigenlijk echt sessies gehad in de lijn met het programma. Wat vond je er tot nu toe van deze en de voorgaande? Ja, volgens mij biedt het superveel inspiratie voor de partijen die hier deelnemen. Super fijn dat er ook steeds meer partijen mee gaan doen. We moeten steeds meer mensen bekendmaken met de opgave en daar ook handvaten in geven om daarmee aan de slag te gaan. Nou, we zijn hier als Brinkers niet alleen Jeroen en ik, maar vandaag ook met Annabel en Finn erbij. Hi. Mag je het over hebben, Finn? Over toekomstwaarde van gebouwen en dan meer specifiek over hoe je een flexibel, adaptief gebouw kunt maken. Oh ja. We hebben een interactieve workshop met elkaar, dus we gaan eerst een beetje theorie uitleggen. Mm-hmm. Vervolgens vragen we eigenlijk iedereen even naast iemand anders te gaan zitten, die ze nog niet kennen, zodat je ook weer nieuwe mensen leert kennen. En dan gaan we aan de slag met de theorie die ze eigenlijk net hebben geleerd. Ik word hier altijd wel een beetje blij van. Je ziet dat je een community hebt waar iedereen de zin in heeft, energie uithaalt. Ik zou zeggen, draai de camera's om. Kijk hoe hard er gaat. Dit was onze veldvlog. Thanks voor het kijken. Bekijk ook even de LinkedIn pagina voor de veldvlog van onze collega's. En het is Goede Vrijdag, dus wij gaan naar de Goede Vrijdagmiddagborrel. Yes. Zeker. Ciao. Doei doei. Doei. Waar is de presentatie nou? Oh shit. Oh shit.